amazing ride. Woo! Goedemiddag, dames en heren. Prepare yourself. This is gonna be so cool. Big Hair Show! Oké. En nu zijn we dan echt gestart. Met nu nog met z'n tweeën, met de Big Haren Show. Wij zijn Tim en Luc. En we ontvangen nog iemand, een derde persoon. Een mystery guest. Die ontvangen we. Het is een mysterie waar die is ook. Onbevlekt. Alles is een mysterie aan deze persoon. Dat is absoluut waar. Ik denk dat hij probeert zijn auto te parkeren. Dat is al wat minder mysterie. Oké, zal ik een liedje even opzetten? Tussen draaien wij mooie liedjes. Hele leuke liedjes. Dans macabre. We gaan nu in een pretpark. Interviews, achtergronden, video's, make-up, wat wil je nog meer? Dit is de Big Haren Show. Thank you.
Ja. Jullie luisteren nog steeds naar de Big Haren Show. Er waren allemaal leuke nummers. Zoeken jullie zelf maar met Shazam uit hoe het heet. Ja! Hier bij twee proost even op Stranded FM en het nieuwe jaar. Proost, dames en heren. We wachten met smart op onze gast, onze mystery guest. Ik denk dat hij heel erg in de buurt is nu. Kom er maar aan. Niet dat het alleen maar om hem draait vanavond, maar toch leuk. Ik hoop het, ik hoop het. We hadden afgelopen zaterdag in Sexyland een heel leuk feestje, ook ter eer van een nieuwe plaat. En toen was daar het illustere DJ duo Zwillingspaar, die ook, ik had de eer dat zij mijn remix draaide. En ik ga hem ook nog even hier draaien. Van een heel kut nummer overigens. Please step back, it sounds like a crime. But you have to learn, I know I'm just passing. Do you wanna get?
Ja, we hebben heel wat aan te kondigen eigenlijk vanavond, want wij gaan heel veel dingen organiseren. En dit heeft er ook mee te maken. Doei! Het is hier, het is hier. Onze mystery guest has arrived. Beam. 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 It's a beam, beam. 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 It's a beam, beam. Tu vas scoop. Tu vas scoop. Tu vas scoop. C'est ton temps la découpe. Tu vas scoop. Tu vas scoop. Tu vas scoop. Ouais gros c'est tonton. On a le putain de matos. On a le putain de matos. On a le putain de matos. Sors ton blocus. On a le putain de matos. On a le putain de matos. On a le putain de matos. Cassos. Fermax, 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 fermax. Je la rue. Fermax, 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 fermax. Je la rue. Fermax, 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 fermax. Je la rue. Fermax, 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 fermax. Feu rouge. What?
Fast and Furious. Je la rue, ouais. Vif, eh. Je la rue, ouais. Vif, vif, eh. Je la rue, ouais. Vif, eh. Je la rue, pas du cours Florent. Eh. Je la rue, vif, eh. Je la rue, vif, vif, eh. Je la rue, vif, eh. Je vais traumatiser. Ja hoor, hij is binnen. We gaan hem zo onthullen. Hij heeft geen masker op, maar... Dat was wel weer genoeg. Even
even weer een lekker rustig nummertje. Want anders worden jullie helemaal wakker. Nee, het is ook niet zo heel rustig, hè? Zijn jullie al hyper? Woe! Wim. Ja, ik ben er. Wim, je hebt een nummertje. Ik heb een nummer. Even kijken. Dit is de eerste keer dat hij van de stick gaat. Even kijken. Ik van de stick? Ja, hij moet van de stick. Hij moet van de stick. Zou die doen? Ja, maar dan moet je... Deze zo. Wil je hem nog introduceren? Ja. Dit is Dr. Nightingale. Dr. Nightingale is een anonieme artiest. Ik heb al een fotosessie met hem gedaan, maar hij ging gemaskerd. Hij had wat spullen gekocht bij een feestwinkel. Een pruik, een masker. En hij had klompen bij zich. En aan die klompen kon ik zien dat hij uit de Achterhoek kwam. Oké, dus dat is de hint. Dat is de hint, ja. Ja, Dr. Als jullie het raden, bel 06-141-39057. Iemand uit de Achterhoek, op Klompen, heeft dit liedje gemaakt. En hij heet Dr. Nightingale. Maar nu moet je even op die knop drukken. Dat is het, ja. En het nummer heet Raise Your Glass. Thank you.
it somehow, we will fly to the resorts of intoxicated farmers and find ourselves surrounded by food porn. Ja, Wim, vet nummer. Dank van de mystery man Dr. Nightingale. Ja. Maar jij zegt nu. Even vraag tussendoor, ja. Zijn er nog oliebollen? Zijn er nog oliebollen? Iemand? Nee, hè? Als je je oliebollen. Kom maar oliebollen brengen. Als je oliebollen hebt, bel 06-14139-057. En dan. Ja, dan kun je vertellen aan mij dat je oliebollen hebt. Lekker. Wim. Ja. Wim heeft zichzelf nog niet geïntroduceerd omdat hij onze mystery guest is. We weten helemaal niks van Wim. Tenminste, jullie niet. Ik wel. Ik weet best wel wat van Wim. Luc ook. Ik ook trouwens. En Wim weet zelf nog het meest van zichzelf. Daarom gaat hij nu vertellen. Iets over zichzelf, Wim. Vertel eens wat over jezelf. Ik ben Wim. Laten we daar eens mee beginnen. En ik ben uitgenodigd door jullie. Waarom? Ik probeer een beetje op het ritme van de muziek mijn verhaal te doen. Dus als een gat valt, is dat, dan klopt het wel. Ik kom uit Haarlem. En ik heb een platenlabel en dat heet Blowpipe. En op Blowpipe zit Big Hair. Wauw, wat een toeval dat je dan hier bent, zeg. Ja, de deur stond open. Ik dacht, wat zijn dit voor mooie geluiden.
Wat is het voor mooie muziek? Ik stap naar binnen. En toen bleek je ineens onze mystery guest te zijn. Waar we zelf ook niet eens van op de hoogte waren dat jij het was. Ja, moet ik zeggen, het gold ook een beetje voor mezelf ook. Ja. Ja, zijn we niet altijd een mysterie voor onszelf? Ik neem even de tijd, hè, voor deze muziek. Ja, het is een beetje grof, hè? Altijd achtergrondmuziek. Maar ja, hè? Maar, sorry, Erik Satie en Claude Debussy. Jullie draaien je vast om in je graf. Dit is... Oh nee, Satie vond het niet erg, toch? Satie vond... Die boeide zijn eigen muziek niet zoveel. Die speelde ook in bars. Ja, dat klopt. Klopt. Die heeft dus wel, die, volgens mij wel. Maar dat moeten jullie even thuis nachecken op Wikipedia. Satie-experts kunnen inbellen. Ik moet zeggen dat ik een Satie-expert ben. Oh. In Haarlem organiseer ik Visfest. Visfest is een festivaletje. Twee keer per jaar, drie keer per jaar. En dan doen wij moderne muziek in een galerie. En die galerie staat op de Grote Markt tegen de Grote Bavo aan. Dat heet de Vishal. Vroeger werd daar vis verkocht. De lucht is er inmiddels uit. Maar er hangt nog steeds kunst. En we waren van plan om een stuk van Satie te doen. Dat heet Vexations. Ja. En dat betekent dat... dan zouden wij een aantal mensen uitnodigen. Die zouden dan een stuk Vexations gaan doen. Vexation is een themaatje van 1,5 minuut. En het moet iets van 800 keer gespeeld worden. En dan kom je uit, als je het helemaal uitspeelt, volgens de partituren, kom je uit op zo'n, nou, ligt aan hoe snel je het speelt, maar tussen de 10 en 17 uur. Oké. Lang. Het is best wel lang, ja. En er moeten een aantal mensen zijn die dat kunnen uitvoeren, want niet één iemand kan het doen, want het is best wel een gekmakend stuk. Je kan het fluiten trouwens, als je dat wil. Ja. Ga je de volle 17 uur doen? Oh, sorry. Mag dat? Hebben we daar de tijd voor? Nee, sorry, ik doe nog maar een keer. Het tweede stukje wil ik even kijken, maar dat moet dus een aantal malen herhaald worden. Rijmer te Leeuw, komt hij trouwens niet uit Utrecht trouwens? Rijmer te Leeuw? Rijmer, als je er bent. Belnummer. Oké, maar come to the point. Wat? Hoe kwamen we hier in vredesnaam op? Ja, omdat ik Satie als achter. Oh ja, Satie! Ja. Zullen we eerst even een ander nummer draaien? Ja.
Ja, daar zijn we weer. Ik was met Rijmen de Leeuw aan de telefoon. En ik hoef zo wat oliebollen. Rijmen de Leeuw komt zo met oliebollen. Heb je gebeld? Ja, fijn is dat. Goed, hè? Ik heb geregeld. Nog een mystery guest. Het is wel echt een mysterie of die ook echt gaat komen. Ja, hey Wim, je hebt nog een liedje. Ja, ik heb Dr. Nightingale heb ik leren kennen. Omdat hij een fan is van Harry Merry en ik heb natuurlijk de dingen van Harry Merry uitgebracht. En ik ga nu een nummertje draaien van Harry Merry. En het gaat over zijn kapper. Dat gaat over zijn kapper. Bedhairdresser, your ethic has been discovered. Everything that was joined for, your practice has not been offered. Cause I've noticed, it's like a nurse in your fit, just a look of her in a mall. You need not a bit of a body and dreams of the floor. And if you do be able to be, take a step in the police like a bitch with vibration and dish your head. You see the food that you can't see, cause all some sex will make a baby. Bad hairdresser, your instinct has been discovered, and that thing that's what you're for. Samples in our first. You and your bag will all be back inside your extra baby eyes. And just the look of our mind in this beautiful night. Will you be the only one left? This is the dress. These are blue, now this blue. Find out who, what to do. You may just hear up on this night. Hairdresser, your intrigue has been discovered. Everything that's what you're in for, your back to stand on in our first. The suction box will bring the love in my good boy such a way. The flower children want to watch the big mirrors and play. Instead of 7 days for God, this was it for God. Extra loss, empty dust, you got lost if I was a long dog. Still, keep the fellow with us, still need to hate. Except the old in your guilty mind. Bad hairdresser, your instinct has been discovered. The regiment was your informant. Your back is assembled in our first. You and your gang. After you bang, each other wants to take over. Operation Big is chosen. Ja. Dankjewel Harry, Mary. Ja. Luc en ik gaan nu een live nummer spelen. Gaat over een goed voornemen wat sommige mensen wel eens hebben. Dus we dachten dat is toepasselijk. Maar het is de allereerste keer dat we dit de wereld inbrengen. De tweede keer dat we dit überhaupt
ooit hebben gedaan. Dus wordt spannend, jongens. En meisjes en anders gegenderden. If there was one thing you could do to lower your risk for heart disease, cancer, diabetes, cold, flus, even Alzheimer's, would you do it? New studies show there is one simple treatment that's so powerful it can do all this. Are you ready for the secret? Keep watching. Want a powerful dose of preventative medicine? You're looking at it. Does that feel good? Even if you're a late bloomer, it's not too late to use exercise as a healing tool. It feels really good right here. Yeah. I was one of those people who said, you know, why do I have to walk or run when I can drive to it? Anna Sakuna used to hate to sweat. Now, she's running marathons. Exercise, it's a revolution.
Wim heeft nog een liedje voor jullie in petto. Dat heet... Het heet Nachtfilter. En het heet dat ik een schreeuwer was. Oei. Dat ik een schreeuwer was, niet om het geluid, maar een muur wilde slechten, om woorden dichterbij. Dat ik niet mooi, maar intens een binnenwereld wilde overvaren. Er geen poster is waar ik aan zou kleven, er geen stijl is waar ik aan kan hangen. De drang echter is er altijd. Al zou ik slapend een wakker zijn suggereren. Onrust vraagt om bezinning, te veel rust aarzelt in bezinking. Waar ik dichterbij eigenaardig kan zijn, zou het opvallen dat ik niet meer schreeuw, dat ik niet meer schreeuw. De leegte blijft, de leegte blijft, de leegte blijft. Dat ik een schreeuwer was, niet om het geluid. Dat ik niet mooi, maar intens. Er geen poster is waar ik aan zou kleven. De drang echter is er altijd. Onrust vraagt om bezinning. Het valt op dat ik niet meer schreeuw. De leegte blijft. De leegte blijft. Wim doet alles zelf, zegt hij. Ja, maar dit niet. Afgelopen nummer heb ik het niet zelf gedaan. Nee, maar Luc denkt dat ik alles zelf heb. Ja, willen jullie dit uitleggen aan de luisteraars of zullen we nog naar een muziekje luisteren? Ik smaak muziek.